Een van de vijf nieuwelingen bij DVS 33 is... Christian van Essen. En uh, Christian, uh, hoe uh, zag jouw uh, voetbalverleden eruit? Ik ben begonnen bij Elkwijk. Toen ben ik in de D'tjes naar SV Houten gegaan. Tot aan de senioren. Toen een stap naar Hercules gemaakt. Drie jaar gespeeld. Twee jaar FC Linde. Twee jaar IJsselmeervogels. En nu uh, bij DVS. Je hebt uh, Jan Veldhuis ook nog meegemaakt, oud-trainer van uh, DVS. Ja, zeker. Die heb ik twee jaar bij Herkles meegemaakt. En uh, hij was trouwens supporter bij FC Linde. Dus uh, daarna heb ik hem nog uh, twee jaar, één keer in de twee weken sowieso gezien. Ja, want uh, toen hij hier trainer was, uh, heeft hij volgens mij nog geprobeerd om jou uh, deze kant op te kletsen. Ja, klopt. Ik, uh, hij had me toen gebeld uh, of ik uh, geïnteresseerd was om uh, hier naartoe te gaan. Dat was ik zeker. Alleen uh, ja, ik had het ook heel goed naar mijn zin bij FC Linde. Dus toen heb ik heel, uh, heel snel verlengd en... Uh, nou ja, nu uh, uiteindelijk drie jaar later ben ik hier alsnog terechtgekomen. Het zijn toch wel hele mooie clubs uh, die je gehad hebt, Linden, Linde, uh, IJsselmeervogels. Uh, ja, IJsselmeervogels is natuurlijk eigenlijk de club, zaterdag, amateurclub van uh, Nederland. Ja, ja zeker. Ja, ik, uh, het was wel een beetje zoals ik het van tevoren uh, ook een beetje had gepland. Uh, elke keer een stapje omhoog. FC Linde is natuurlijk een iets uh, minder grote club uh, als IJsselmeervogels. Wel heel veel succes gekend, twee jaar lang. En daarna, ja, IJsselmeervogels is toch een... Uh, een grootheid in, de, in het amateurvoetbal. Maar DVS uh, uiteindelijk ook. Is, uh, weer een stapje hoger. Weer een stapje hoger, ja, ja wel een niveautje lager. Maar uh, qua team en qua club uh, ja, vind ik het eigenlijk wel gelijk. En, uh, ja, want je koos ook uh, gewoon voor het voetbal, hè? voor de manier van voetballen van DVS uh, 33. En uh, dat uh, bevalt je volgens mij heel erg goed. Ja, tot nu toe zeker. En ik uh, ken DVS ook alleen maar als een uh, goed verbandende ploeg toen al met Jan Veldhuizen en ik ben uh, vorig jaar heb ik ook uh, veel wedstrijden gezien op de samenvatting. Ja, het is gewoon een heel goed voetballende ploeg en ik heb nog even contact gehad met Ali en uh, ja die was ook, ook alleen heel positief over de club. Dus uh, voor mij uh, genoeg reden om hier naartoe te gaan. Wat zijn jouw uh, extra uh, kwaliteiten? Buiten dat ik uh, ja, een bal afpakken ben. Probeer ik altijd, uh, als ik hem heb, voorover, uh, vooruit te kijken en uh, als verbindingsspeler van uh, verdediging naar aanval, dus uh, als middenvelder zijnde, probeer ik uh, ja, zuiver te zijn in mijn passing en uh, ja, het team voor me ook neer te zetten. Controlerende middenvelden zou je kunnen zeggen? Ja, een controlerende middenvelder met als extra toevoeging dat ik uh, probeer zoveel mogelijk vooruit te spelen. Veel middenvelders bij DvS hè? Ja, ik zat van de week even te rekenen. Ik kom er op zes of zeven uit, dus uh, de concurrentiestrijd is groot. Nou, waarschijnlijk gaan we met vier middenvelders spelen, dat scheelt dan weer. Maar uh, ja, inderdaad, veel middenvelders. Lekker sterk in de breedte, denk ik, heb ik het uh, gevoel. Ja, zeker. Ja. Als je kijkt uh, naar alle middenvelders, zijn ze ook bijna allemaal in mijn ogen vrij gelijkwaardig. Dus het zal voor de trainer ook een hele klus worden. En uh, ja, ik denk dat het team daar alleen maar sterker wordt om, uh, om ons te richten op promotie. Ik zag je ook veel met uh, jeugd bezig. Uh, dat betekent dat je ergens in je achterhoofd misschien ook wel een uh, trainerschap uh, ambieert uh, later? Ja, ja, klopt. Ik heb uh, met deze drie al gehaald. Ik ben met deze twee bezig geweest. Alleen uh, vanwege de drukte met mijn eigen voetbal uh, heb ik het helaas uh, halverwege moeten afkappen. En uh, ja, Lu ken ik van, uh, van FC Utrecht uh, tijd. Want toen was ik bezig met, met deze twee. En het is leuk als je dan de tweede helft, uh, af, zoals de afgelopen zaterdag, met die jonge jongens mag spelen. En als je dan kan helpen, is dat helemaal mooi natuurlijk. Ja, ik zag je coachen als oh, een waanzinnig. Ja, ja, die jongens hebben kwaliteit, maar uh, ja, sommige dingen moeten ze nog leren. En dan proberen ze, ja, omdat je zelf al wat langer op dit niveau speelt, proberen ze het toch een beetje wegwijs te maken. Maar ze deden het echt fantastisch de tweede helft. Ik heb stiekem even met je vader gesproken, maar die beweerde dus dat je elke dag in de sportschool uh, zit ongeveer. Dat je elke dag met sport bezig bent. En dat is ook wel te zien, uh, Christian. Volgens mij ben je supervet. Ja, ja, ik probeer er zoveel mogelijk aan te doen. Ik werk ook in de, in de sportschool. Dus meestal als ik, uh, ja, ik ben om twee uur klaar met werken, plak ik er meestal nog een uurtje achteraan voor mezelf. En uh, ja, zo probeer ik het uiteindelijk uh, fit te blijven. Het is uh, niet alleen goed voor mijn werk, maar ook voor het voetballen natuurlijk. Wat een heerlijke combinatie. Ja, ja voorlopig. Uh, ja, ik heb het heerlijk naar mijn zin. Ik heb uh, uh, twee jaar lang bij uh, vier IJsselmeervogels bij Wim Schickert gewerkt. Ja, dat is heel statisch werk, dus dan ben je weer blij als je in de sportschool uh, aan het werk kan. Dat je zelf uh, oefeningen kan doen, oefeningen kan uitleggen en zo blijf je lekker bezig. Ja. Wat zijn jouw uh, verwachtingen voor uh, dit seizoen? Wat, wat, wat ambieer je bij de EVS? Ja, zelf natuurlijk een, uh, persoonlijk gewoon een hele belangrijke speler worden. Sowieso een uh, ja, onbetwiste baas spelen. Ondanks de zeven middenvelders. En uh, ja, ik verwacht dat we gaan meedoen om promotie. En uh, ja, dan hoop ik ook gelijk dat we kampioen worden. Want dat zou natuurlijk het mooiste zijn. En uh, dan ook nog het met mooi spel. Ja, dat zeker. Ja, maar daar twijfel ik zeker niet aan. Ondanks, dat, stel dat we geen kampioen worden, wat ik niet hoop. Dan uh, twijfel ik nog steeds niet aan dat we goed voetbal spelen. Want dat weet ik wel zeker met deze ploeg. We wensen je namens alle DVS-TV-kijkers en de supporters een fantastisch seizoen, je uh, Dankjewel.